Hey mensen van YouTube, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Dutch Camel Gamers. Ik ben weer bezig met Rome 2 Total War. Het is lang geleden dat ik dit heb gedaan. Dat komt omdat ik bezig was met tentamens voor mijn studie. Dat heeft al een weekje geduurd ongeveer. De vorige aflevering was ik op vrijdag in plaats van donderdag. Maar goed, dat is allemaal een beetje bij ingeschoten. Maar ik ga er gewoon weer vol voor. Ik ga nou weer een paar afleveringen opnemen. Wanneer ik ze weer kan bewerken en op YouTube zetten. Dus dat komt goed. Waar we waren gebleven, dat moet ik even opfrissen. Want we hebben hier een redelijk leger staan. Dacht ik? Ja, het is een redelijk leger. En we moesten de Legio-jagen overnemen. Omdat we die de vorige keer hadden we niet helemaal verslagen. Zijn ze teruggegaan. Ik heb hier nog een fleet staan, van generaal eigenlijk gewoon. En hier zit mijn fleet. Ja, daar zit mijn fleet. En hier is in Cosentia, General Scipio, Levies, dat is een Steady Eye. En ik kan in Brundisium kan ik iets gaan upgraden. Auxiliar Camp kan ik naar Auxiliar Barracks doen. Of ik kan hem uitbreiden. Ik denk dat ik nou voor uitbreiden ga. Difference. Wat we eerst gaan doen is dat stadje overnemen. Dus een Barbarian Village. Genoa. Genoa? Genoa of zo? Ik heb geen idee. Sommige namen kan ik echt niet uitspreken. Waar ik heel erg op moet letten, heb ik ook een paar keer gehad hier. Direct en wat ze dan gaan doen is dat ze over het water gaan en dan via het water naar binnen gaan. Dat moet ik dus niet doen. Altijd op het gele. Dus. En dat waren dus. Oké, kijk, ze hebben dus wel een fleet. Van 4 Celtic. Godverdomme. Celtic tribesmen. En wat Celtic. Slingers? Celtic? Celtic. Een Abalos. En Celtic Chirps. Dus dat is niet al te moeilijk. Dus ik ga het gewoon overnemen. Dit moet niet. Heel schrikbaar aan het worden. Natuurlijk ook al die loading screens. Ik krijg er soms een beetje hoofdpijn van, maar ja. Ik heb mijn timer ook ingesteld op een half uurtje. De vorige keer had ik 3 kwartier opgenomen omdat het niet helemaal goed uitkwam. Misschien dat ik dat deze keer ook wel doe, maar ik denk niet dat ik half uurtjes toch wel het fijnste vind. Omdat het voor mij makkelijk is. En het duurt mij minder lang voor ik een aflevering klaar heb. En als ik moet ik het goed zeggen, als ik 2 afleveringen heb gemaakt van 3 kwartier, dan kan ik 3 afleveringen maken van een half uurtje. Dus dat scheelt mij gewoon weer een extra aflevering. En het scheelt mij weer tijd. En jullie, jullie kijken toch vaak maar 10 minuten of niet eens. Dus, weet je, dat is gewoon waar. Dat is ook helemaal niet erg. Want ik zou ook geen 3 kwartier naar iemand staan luisteren die een beetje iets aan het doen is. Omdat hij dat leuk vindt. Even kijken hoor. Ik heb hier skirmishers. George. Gooit er. Weet dat? Group selection. Die hou ik met de Triaria. Of de. Oh, ik ben helemaal in de war. Hestadia. Triaria had ik hier. Lucius Pibo. Lucius Limbo. De grootste generaal die we tot nu toe hebben. Principes. Heel klein hier nog. Dus ik zet mijn generaal hier neer voor bescherming. En ik zet mijn Triarii hier neer. Dan gaan we gewoon starten. Anders selecteren. Ctrl A voor de mensen die dat niet weten. En gewoon laten lopen. En ik wil eigenlijk zoveel mogelijk. Ja, dat weet ik. Ik wil zoveel mogelijk met mijn skirmishes doen. Ze hebben hier 3, 4 mensen in de fleet, dat klopt. En daar komen nog wat mensen aan. Dat zijn Oomsworn. Oh, dat zijn dan wel redelijk goede units. Warhorn. Kijk, het is niet zo'n heel groot stadje, dit is Bavarians, dus ze hebben geen muur, ze hebben alleen een haven, dat scheelt. Maar
alles wat, als ik het overneem, dan moet ik toch alles afbreken en romaniseren. Al die rode daken, zeg maar. En dan ga ik met mijn skirmishes gewoon vol op de aanval. Triarii en... Nee, gewoon alleen Triarii gaat hierheen. En die twee gaan ook hierheen. Eigenlijk wat ik doe is gewoon, ik probeer gewoon van elke flank, zeg maar, elke flank wat mensen te hebben. Zeker een aanval, dus ik zet hem hier neer. En wat zij doen, dat mag God weten. Die gaan hier. En ik ga mijn generaal ook hier neerzetten. Dan had ik beter de groups anders kunnen doen. En hier achterkomen wat van die spearmen. Zijn nou eens gewoon opschieten. Oh. Kijk. Velites. 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 En dan wil ik weten waar die... Oh, andere kant op. Zo. Oh, kijk. Helemaal goed. Nu gooi je een speer aan, dat is mooi. Wat zijn dit? Een steady eye. Oké. Het zijn niet hele goede units, maar... Dit zijn Triarii, die zijn wel heel goed. Eigenlijk de... Ja. Zo. Kijk, dat doe ik het liefste. Gewoon dat die skirmishes naar achter rennen. En mijn Steady Eye of Three Eye, wat is het? Kijk, en die gaan er dan mooi in. Krijgen ze snel gerood. En dan moet ik alleen maar oppassen met mijn generaal. Die ga ik hier gooien. Hun. Ah, dit is toch geen probleem voor me. Van een generaal. En dan gaan ze sprinten als het goed is. 1, 2, 3. Kijk. Opsa. Oh, dan moet ik wel oppassen. Daar zit mijn oogst voor. Paardjes tegen Oldsworn is niet zo'n heel goed idee. Ah, die zijn nog wel fout, dus het is niet... Een hele infantry. Het is nogal wat. Ah, het is niet eens een heel groot leger eigenlijk, maar... Het kan veel groter, lijkt het zo. Ik snap niet waarom die Oathsworn niet aanvalt. Ah, jullie mogen hierheen. Ze zullen wel moe zijn. Wind it. Oh, dat valt nog mee. Kijk!
Ja, dat zal wel. Het was te verwachten. Het is best wel een goede unit, die Oathsworn. Maar ze zijn niet op de gewassen tegen mijn Princeton Base en al mijn andere infantry. Ik wil nog een keer een goede strike met hem. Kijk. 91 hebben ze nog. Ze zijn best wel sterke units, zie je Oathsworn. Ja, nou, gaan we. Blijven jullie dan. Ja, zie je. Dat gaat heel snel. En ik ga end battle doen. Ik heb er geen zin meer in. Houdt het ook een beetje interessant. De Kyria. Ik denk dat ze weg zijn. Ze hebben geen andere stadjes, dacht ik. Dus, het stadje is van ons. En we zijn 12 minuten bezig. Zo te zien. Tot nu toe doet alles het nog. Hoppa. Ja. En ook. Ah, toch niet. En leeg nog. Ja, als die ooit van. Oh, kip haar. Ik had eigenlijk beter race kunnen doen. Maken. Imperium. Dat is mooi. Dan hebben we extra legers. Ik kan hem upgraden, hij is 4 sterren. Dat is wel redelijk goed. Wat is dit? Infantry Command. Dat is wel heel fijn. Met Worm doe ik toch altijd wel meer het infantry gedeelte. Ik denk dat ik deze doe. Of wat is dit? Perfect Team Morale. Dat is altijd wel goed. All units 2 attack skills. Deze lijkt me toch het beste. Experience ranks. Zo goed. Dan doet die. Ja, dat moet dismantled worden. Ja. Dan moet ik even goed gaan nadenken. Hoort dit bij... Nee, het is een andere... Dan maak ik hier een farming set. Ja. Market settlement. Ja, dat kan natuurlijk ook nog. Dat ik hier een farming settlement van maak. Even... Dan maak ik Batavium omdat ze toch geen poort hebben. Dit maakt dan een... Een market settlement. Zij zijn een. Loading ground. 5 food, 7 food, 4 food. Maar army replenishment. Dat is wel goed, hè? Min 1 clip quarter. Republic. 100 wealth. Herding ground vind ik ook wel. Ik heb volgens mij nergens een herding ground. Oh hier. Dan maak ik hier. Zij zijn een farm. Die kan ik nog upgraden. War Spencer. Dan doe ik gewoon een grain pit, denk ik. Ja. Place. Ga ik naar Rome doen. Nipper de barracks. Ik wacht op deze klaar is, die zijn wel goed. En ik moet een beetje mijn linkspec. Die gaan in ieder geval daarin. Nou, dat kan nog niet. Wat ben ik aan het researchen? Civil. Wat we nu moeten gaan doen. Is een beetje lastig. Ik
denk dat ik gewoon Medlaan ga overnemen, maar ik heb meer units nodig. Want dan ga ik het hier niet meer redden. Mijn spy kan volgens mij ook nog wel wat doen. Nee, ik kan wel. Wacht even. Ja, hier kan wel. En waar ben ik hier? Pulpedeva. Hey, is dat overgenomen? De Tylers. Oh, het gaat best hard. Want ik weet dat Macedonië begint met Pulpedeva. Is dit nog Macedonië? Dit is ook Tylers. Tylers wordt nog best wel groot. Hier. Ja. Is geen gekkigheid. De plan is. We hebben lang niet naar gekeken. Ik trade daar al mee. Okay. Voor de rest. Spanjaarden. We will gladly listen to your offers, but do not wrap them in lies. The spirits know truth. Ja, ze importen marble, dus ik denk niet dat ze echt iets... Nee, ze willen niet. Kijk, ik produceer wijn en ik produceer olijfolie en ik importeer glaswaren en marble. In Surgaish. Die ga ik overnemen, dus dat... Masterton. Zijn wel een defensie airlines met... Sport, dat is misschien te zeggen. I am here to listen if you speak honestly. Truth will be your sharpest weapon. Klein steeds. Ik ben wel goed met Syria. Syracuse. Offensive allies. Ja, klopt. Tylers, die ga ik niet. Oh, wacht even. Dit is een andere. Dit is Triballi. Triballi? Triballi? Ja, ik ben wel veel groter dan zo. We hebben best wel veel land, ja. Maar met meer land wordt het ook moeilijker. Dus. Ik denk dat we eigenlijk. Ja, het is een beetje lastig, want ik wil eigenlijk niet met Carthage in. Oorlog raken. Zij gaan dood, dus dat is niet zo erg. Goh, dit is wel heel leeg. Ik ga hier meer mensen creëren. Oh, dat kan helemaal niks. Dat wordt lastig. Ik heb misschien een extra generaal nodig. Waar is mijn... Heb ik maar twee... Ik heb maar twee... Drie generalen. Hier zit er nog eentje. Dan heb ik geen extra generaal nodig. Dan maak ik hier extra units. Sorry. Oeh. Ik krijg al 3420. Nog iets meer. Cure, ja, daar ben ik in oorlog mee. Geschante. Kisentanti. Kisentani? Kisen. Ik kan het echt niet uitspreken. Kisentani. Kisentani. Het zal wel iets heel anders zijn, maar. Ja, die zit er nou nog in. Goed, ik doe gewoon enturn en we zien het al. Hoeveel minuten zitten we? We hebben nog 10 minuutjes. Oké. Moet ik daar aan meedoen? Nee. Dat ga ik ook niet doen. Huh! Hebben zij... Oh, ik wou net zeggen. Oh, dat is met die creature, hè? Klopt ja. Dat was de vorige keer, hadden we zo'n... mannetje die een van de rare koe had ofzo.
And he and his men cared for it until it burrowed into what's the creature everywhere. Look, look. Walk, look. Okay, leuk. Niet echt boeiend ofzo. Wat kan ik hier nog allemaal doen? Practice fields. Discuss room. Deze wil ik eigenlijk hebben. Coward barracks. Maar ik kan ook wel iets van civil doen. Slave trader. Library. Ga maar aan land. Ja, dus dan kan ik in ieder geval wat. Oeh. Dat zijn veel. Oeh, wardogs. Ze zijn wel erg duur. Ik heb eigenlijk gewoon heel veel sociale studie. En equities. Equities heb ik sowieso nodig. Are you ready to serve Rome? Ja. Sociale. Inspiration, dat is echt wel goed, hè? Trainer jij ook. Ah, kan allemaal in één keer, dat is mooi. Jullie moeten ook meer. Oh, dat kan helemaal niet. Dat, omdat ik hier. Oei, oei. Oei, oei, oei. At your command. Ja, ik kan niks. Wat kan ik hier allemaal doen? Arminium. Auxiliary barracks. Public order. Market settlement. Farming settlement of civil settlement. Ik denk dat ik hier een. Ja. Ik wil gewoon in Rome iets gaan doen. Die hebben nog geen surplus. Aluminium kan wel omhoog. Dus ik kan. Aluminium wordt onze market settlement. En daar kan ik ook verder helemaal niks meer volgens mij. Nee. Is dat niet? Dit kan wel. Maar, vraag me af of we echt een stack kunnen. Ja, dat kunnen we wel. Oké, consecuted kwaad. Waarom? Omdat het volgens mij best wel goed is. Dan hebben we niet heel veel te doen deze ronde. We wachten gewoon tot die gebouwen hier klaar zijn eigenlijk. Want dan kan ik misschien. En deze troepen allemaal klaar zijn. Dan heb ik heel wat troepen. En dat is altijd mooi. En dan kan ik. Inmiddels al iets doen met messen doen. Be welcome. Trade agreement. If I can give you a fair answer, you will have it. No. Tijdens. Niet. Sparta, Syracuse. Athene. Porting. Ja. Maar ik heb marble shit nodig. Waar halen we dat vandaan? Deze moet ik sowieso overnemen, want die kunnen. Ja. Dit zijn wel behoorlijke legers, dit, hè? Wat is dat ervoor? Dit zijn gewoon barbaren. Finity. Venetië. Dat maakt. Oh, dat zijn. Dat zijn. Oké. Okay. Daar willen we geen ruzie mee. Mijn spy. Dat is het. Spy moet ik iets doen. Spy die staat nu hier. En ik wil richting de westen. Of wil ik richting het oosten?
wil mesjes dan eens ontdekken. In Rome's service, I never tire. Mesjes dan krijg ik het wel heel moeilijk volgens mij. Volgens jou. Oké. Dan ga ik naar het oosten. Hopsa. Hoe zit het met mijn politiek? Oké, dat is nog wel redelijk. Dat is nog wel redelijk verdeeld. Het moet allemaal een beetje verdeeld zijn. Dus. Anders krijgen we Civil War en dat willen we helemaal niet hebben. Ready for battle. Dus, ik denk dat we nu al klaar zijn voor deze turn. Ja. En hoe lang hebben we nog? We hebben nog 3 minuten. Dus ik denk niet dat we een extra battle gaan doen. Ik denk dat het de volgende keer wordt. Tenzij we nou aangevallen worden. Shepkeeps, wat een pity. Your generals might be the sons of Ares himself. Ik krijg 310 denarii als ik met hun in oorlog ga. Dus dat komt iedereen wel te goede. En ik ben met hun. Nee, ik ben geen. Misschien. Counteroffer dat ze iets meer moeten betalen. Ja. Nee, jammer dan. Dan niet. Logic has been sorely lacking in our disputations. Ja, dan niet. I cannot agree to this, even though the gods will be uneasy. Jammer dan. Maak ze. Oh. Gold freely given and gratefully accepted is a blessing from the gods to all involved. So say the bones. Nee. Dacht het niet. Schrik hem op. Ah, ze zijn weer terug, oké. Zij zijn in ieder geval behoorlijk gegroeid. Dat scheelt. Kan niet. Hoeveel betaal ik voor 79? Oh, dan. Jullie maar lekker. Medlaan, want dat is mijn volgende doel. Om Medlaan af te nemen. Misschien niet helemaal slim, maar. Want ze zijn best wel groot. Ik ga in ieder geval hier staan. Zodat ik ze kan zien. Dat is een onredelijke. Hier. Ja, dat was wel best wel goed. En jullie. Nee, maar ik moet jullie ook daarheen. Ja. Nou, ik vind het genoeg voor deze aflevering, denk ik. Dan ga ik het hierbij stoppen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En tot de volgende keer. Hoi!